Zoals je waarschijnlijk wel zult weten, hebben wij als mensheid nogal een grote uitdaging. Het aantal mensen op deze wereld neemt hard toe de komende tientallen jaren. Maar we hebben ook steeds hogere eisen. We willen gezonder eten, we willen verser eten, we willen ook meer vlees eten als je het statistisch bekijkt. En dat allemaal in een setting waar we ook moeten gaan omgaan met een veranderend klimaat. Dus we moeten meer voedsel produceren in eigenlijk een uitdagendere omgeving. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat een trend en daar zoeken we oplossingen voor. Maar als je dan vervolgens kijkt hoe dat precies in elkaar zit aan de voedselproductiekant, dan zie je ook dat wereldwijd er een trend is dat mensen liever in steden willen wonen. Dus eigenlijk het platteland loopt eigenlijk leeg en juist diegenen die werken aan onze voedselproductie, gewoon de boeren, de tuinders, die hebben grote uitdagingen om de juiste mensen te vinden om het werk te doen. Dus je kunt niet anders stellen dat automatisering en robotica sleuteltechnologieën zijn om mee te werken aan dit probleem. Korte geschiedenisles tussendoor. Norman Borlaug, eigenlijk de grote initiator van de groene revolutie, die heeft ook een Nobelprijs gewonnen voor de vrede, omdat hij in staat was om met ongelooflijk veel monnikenwerk tarwerassen met elkaar te vergelijken en juist diegenen te vinden met kruisingen en met veredelen die niet ziek werd en toch een hogere opbrengst gaf. Dat heeft hij allemaal met de hand gedaan, met een relatief klein team. Stel je voor dat hij een drone had gehad. Stel je voor dat hij kunstmatige intelligentie had gehad, zodat hij al die data automatisch kon verwerken. Dat is het ideaal waar we aan willen gaan werken. Nou, vanuit Wageningen University and Research zien we dat juist die ontwikkelingen op het gebied van automatisering en robotica steeds sneller gaan. Dus de markt die vraagt erom. Maar je ziet ook steeds meer commerciële toepassingen die echt omarmd worden door de boeren en door de tuinders. Denk aan drones bijvoorbeeld in precisielandbouw. Dus dat is precies waar je in dit profielwerkstuk aan kunt gaan werken. Dus enerzijds zorg dat je overzicht krijgt in alle technologieën die beschikbaar zijn om de voedselproductie te verbeteren. Hierbij kun je ook denken aan het bouwen van een robot of het gebruik van een camera of een drone. Want het moet ook echt leuker zijn voor een jongere generatie, interessanter zijn. En anderzijds zou ik ook graag willen weten aan welke vernieuwende technologieën zouden we juist moeten gaan werken in de komende tientallen jaren. Het zou toch mooi zijn als je met een drone of met een robot het wereldvoedselvraagstuk kunt oplossen.